Goedenavond hier iedereen aanwezig. Ook goedenavond aan alle mensen ook op de livestream. En ook ik ben heel blij dat we vandaag toch eigenlijk nog eens echt fysiek kunnen samenkomen en fysiek luisteren naar een lezing. Dat zijn toch altijd een beetje ook andere dynamieken dan altijd het online gegeven. En zoals gezegd, ik ga je vandaag eigenlijk de onderzoeksresultaten van mijn doctoraat presenteren. En daarvoor zou ik graag eerst beginnen met een filmpje. Want een doctoraat is eigenlijk een proces van lange adem. Je zit zo 4-5 jaar daaraan te werken. En pas dan heb je eigenlijk je eindresultaat echt in handen. Maar ik vond het heel fijn om ook tussendoor zo eens kleine successen te hebben. Vandaar dat ik ook wel heel veel probeer te publiceren. En een aantal jaar geleden had ik eigenlijk al wel heel veel materiaal verzameld. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk al wel eens iets doen met dat materiaal. Ik ga daar een gedicht van schrijven. Ik heb de roze papieren die ik net heb uitgedeeld. Voor moest het niet goed verstaanbaar zijn, zelfs het filmpje. Want je weet nooit met het geluid of alles goed functioneert. En daar heb ik al een beetje eigenlijk samengevat wat dat we vandaag eigenlijk ook in de lezing gaan zien. Hoe de stedelijke ruimte verandert. En waarom ik eigenlijk zo geïnteresseerd ben in dit onderzoek. Januari 1933, begin van het Derde Rijk. Alles is zo anders als ik om me heen kijk. Straatnamen veranderen, hakenkruisen verschijnen, soldaten marcheren, geluiden weer klinken. Mensen kijken, roddelen, roepen tegen ons. Is dit de plaats die ooit mijn thuis is geweest? Ik voel me een vreemde en ben bevreesd. Maar ik ben er zeker van dat deze situatie snel voorbij zal zijn. Alles wordt weer normaal en fijn. Er zijn steeds minder en minder mensen om me heen. En de anderen worden meer en meer gemeen. De toegang tot winkels, straten en vrienden werd ons ontzegd. En ook onze andere rechten gelden niet meer. Onterecht. Doe ik er goed aan om mijn kinderen naar het buitenland te laten gaan? Ik hoop echt voor hen op een beter bestaan. Zal deze situatie snel voorbij zijn? Mijn hoop wordt nietig en klein. Glas breken en mensen smeken om hen niet mee te nemen. Maar ze verbleken bij het zien van de scherven en de vuurhaarden om zich heen in een stad die ons ooit als thuis toescheen. Ik vrees dat de terreur enkel nog langer zal duren. De hele situatie is aan het verzuren. Mensen worden naar een onbekende plaats gebracht. En ik hoop van harte dat ze daar een beter leven wacht. Zullen ze op een dag ook voor mijn deur staan en me ophalen? Ik hoop nog steeds dat ze in hun opzet falen en dat ik deze plek op een dag terug mag zien. Als de situatie erger wordt, zouden mijn teksten dan ooit getuigenis kunnen afleggen? Misschien? Vele van de ooggetuigen hebben de gruwel niet overleefd, hoewel ze vurig hoopten dat hun verhaal voortleeft. Toekomstige generaties moeten er dan ook voor zorgen dat hun getuigenis niet blijft verborgen in de sporen van de geschiedenis. Nu,
ik hoop dat in deze tekst duidelijk werd dat de stad eigenlijk als het ware meer en meer een verboden zone werd voor Joden. Dat eigenlijk alles veranderde. En dat is eigenlijk ook waar het in mijn onderzoek over ging, over die stedelijke ervaring. En wat ik op het einde daar vertel over die getuigenis, dat getuigenis afleggen, dat is ook heel belangrijk in mijn onderzoek om echt die ethische kant van het verhaal en echte verhalen ook verder te zetten. En zo kwam het dus eigenlijk tot mijn doctoraat, dat ik voor de gelegenheid eventjes in het Nederlands heb vertaald, dat dan in het Nederlands zou heten: overal wordt onze levensruimte ingeperkt, stedelijke ervaring in Duits-Joodse zelfgetuigenissen uit Breslau in het Derde Rijk. En u vraagt u zich misschien af, ja, interessant, maar waarom heb ik mij nu precies gefocust op die stedelijke ervaring en waarom nu eigenlijk Breslau, hè? Waarom dat ruimtelijke aspect? Wel, ik zal u vertellen, het nationaalsocialisme, dat wordt eigenlijk heel vaak gedefinieerd in termen van zijn pseudobiologisch en racistische karakter, hè, waarbij we de Duitsers een nieuw ras wilden creëren. Vaak wordt er dan ook verwezen naar de blonde haren, de blauwe ogen en zo verder. Maar nationaalsocialisme was eigenlijk ook een heel ruimtelijk georiënteerde ideologie. Denk maar aan Hitler met zijn typische formules die streed om levensraum voor het Duitse volk, want het Duitse volk was een volk zonder ruimte en daar wou wij naar streven. En het is net dit aspect van die levensruimte en eigenlijk de ruimtelijke aspecten die in onderzoek naar de Holocaust nog niet echt veel onderzocht waren. Zoals hier het citaat van Paolo Giacaria en Claudio Minca weergeeft. Die zeggen: "A comprehensive examination of the relationship between geography, spatial theory and the Third Reich remains to be developed. It is thus our contention that the geographical perspective on the specialities of the Third Reich is much needed." En dat is eigenlijk wel interessant, want dat ruimtelijke aspect dat was eigenlijk toch wel heel belangrijk. En dat merkte ook in 1940 al een Britse oorlogscommentator op, genaamd Francis Elder. En die zei: "What the Germans mean by living space is at the same time the dying space, een soort van dodelijke ruimte voor de ongewenste, voor zij die er niet bij horen." En hij kreeg gelijk. Nu, als ik zeg dodelijke ruimte, dan denken de meesten wellicht aan ghetto's in het oosten of aan de concentratiekampen in het oosten. En dat klopt. En er is ook al heel veel onderzoek gedaan naar die concentratiekampen, naar het leven daar, hoe dat was. Eigenlijk waarschijnlijk ook uit een soort van ethische verantwoordelijkheid, omdat daar die plaatsen eigenlijk ook met de typische 6 miljoen, het getal, worden verbonden. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat de Holocaust eigenlijk een veel breder proces was, dat eigenlijk verschillende dorpen, steden, rivieren en zo verder over het hele continent met elkaar verbond. En ik ben dan ook niet gaan kijken naar de typische verhalen uit de kampen of de ghettos, maar ik ben gaan kijken van hoe zat dat eigenlijk in de Duitse steden? Hoe ging het leven daaraan toe? Want ik kan u vertellen dat het leven in de Duitse steden, dat was toch wel verschillend van wat er daar gebeurde in het oosten. In de Duitse steden was er wat Konrad Kwiet noemt een soort van ghettoisering ohne ghettos, een ghettoisering zonder ghettos. Dat wil zeggen, daar werden niet ineens grote muren gebouwd met prikkeldraad, dat daar SS voor stond. Eigenlijk gebeurde de segregatie of de scheiding tussen Duitse en Joodse leefwerelden, die vond echt in het hart van de Duitse steden plaats. En ik ben dan gaan kijken wat er allemaal gebeurde en vooral wat dat eigenlijk deed met de Joodse slachtoffers. Dat eigenlijk allemaal in de stad, eigenlijk, dat die daarvoor eigenlijk als een soort van belangrijke theaterbühne gebruikt werd, dat werd al van in het begin duidelijk. Hè. De nationaalsocialisten organiseerden fakkeltochten, er werden marsen georganiseerd, van SA en van Hitlerjugend. En dit zijn hier enkele voorbeelden, zoals je hier kan zien op mijn slide, van die enseigneringen van de macht eigenlijk door de stedelijke ruimte. En door al deze veranderingen wilden de Joden zich eigenlijk ook niet meer echt associëren of identificeren en gingen ze niet meer graag de straat op. Nu, ze gingen niet enkel graag de straat op door al deze manifestaties van de macht, maar ook omdat er heel duidelijk werd gemaakt wie er wel of niet welkom was en wie vooral de vijand was. De stedelijke ruimte werd eigenlijk ook volgehangen met bijvoorbeeld het hetzblad Der Stürme op heel veel plaatsen op de straatkanten eigenlijk, waarbij de Joden echt worden voorgesteld als een soort van monster, als iets waar je echt wel heel veel schrik voor moet hebben. De stedelijke ruimte kreeg dus echt een betekenis, werd doordrongen door ideeën van anders zijn en dat leek eigenlijk ook de uitsluiting van de ander precies een beetje te legitimeren. En al deze elementen, zoals u hier kan zien, die waren eigenlijk de perfecte voedingsbodem voor stigmatisering. En dan kunnen we eigenlijk ook stellen van, kijk, het feit dat we eigenlijk Duitse steden, of dat ze toen Duitse steden wouden creëren zonder Joodse elementen, dat was niet enkel gebaseerd op het feit dat ze de Joden fysiek gingen deporteren en
en wegvoeren. Eerst en vooral moest eigenlijk de stad en de stedelijke organisatie opnieuw uitgevonden worden. En het is net dat fenomeen, hoe de steden eigenlijk ruimtelijk anders werden ingedeeld, dat eigenlijk nog niet veel onderzocht was in het holocaustonderzoek. Leest u even met mij mee. Wild en Kreutzmüller zeggen namelijk: ook al is het nationaalsocialisme allang opgenomen in statistische compendia en historische overzichten, toch is het verbazingwekkend hoe weinig er over de geschiedenis van de stad en haar samenleving is geschreven. Vooral voor die periode dan. Onze kennis van het innerlijke leven van de stad en haar specifieke logica is verbazingwekkend beperkt. En ik vond dat eigenlijk een interessant onderzoeksperspectief en ik ben daar dan dieper op ingegaan. Nu natuurlijk, alledaagse geschiedenis en alledaagse leven is altijd ingebed in lokale contexten en lokale leefwerelden. En ik wou dan eigenlijk me baseren op de ervaring in een bepaalde stad. En ik ben dan gaan kijken naar hoe dat eigenlijk was in Breslau. Waarom heb ik eigenlijk gewoon in een stad gekozen? Ook omdat, hier ziet u aan mijn rechterkant Bertrand Westphal verschijnen. Die is de aanhanger van de geokritiek. En die zegt eigenlijk, kijk, als je in de literatuurwetenschap onderzoek wilt doen naar hoe de steden worden weergegeven, dan moet je eigenlijk verschillende teksten rond die stad verzamelen en dan gaan van verschillende mensen en gaan kijken hoe dat die verschillende mensen hun ervaringen waren en hoe de stad eigenlijk daaruit naar voren komt. En zoals gezegd, ik heb dan voor de stad Breslau gekozen. Hier ziet u Breslau. Breslau was tot 1945 een Duitse stad waar de derde grootste Joodse gemeenschap van Duitsland leefde, na Berlijn en Frankfurt am Main, zoals u hier kan zien op dit diagram. Nu, doe geen moeite om vandaag die stad terug in een atlas te zoeken, want vandaag is het niet meer het Duitse Breslau. Vandaag, of na de Tweede Wereldoorlog, kwam het onder Poolse regering en kennen we de stad als het Poolse Wrocław. En daar is het eigenlijk ook een beetje in het onderzoek fout gelopen, of daar is eigenlijk een grote lacune ontstaan, want na de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers zich uiteindelijk dan met het verleden gingen uiteenzetten, hadden ze zoiets van, ja, die stad die is nu Pools. We hebben daar niet meer veel mee te maken, we gaan daar niet veel onderzoek naar doen. En de Polen die wouden eigenlijk vooral na 1945, Breslau lag toen voor 80% in puin, die wouden dat eigenlijk vooral terug opbouwen en alle Duitse elementen eigenlijk elimineren. En zij hebben dus ook niet meer echt op die geschiedenis ingegaan. En daarom wordt Breslau heel vaak genoemd als een soort van stad zonder geheugen of ook een soort van verborgen terrein, een terra incognita voor moderne Duitse en Duits-Joodse geschiedenis. En dat vond ik natuurlijk heel erg interessant om dan net deze stad ook eruit te pikken. Wat was er nog interessant? Ik heb eigenlijk uit literatuurwetenschappelijk perspectief deze gewerkt in mijn doctoraat. En er waren uit deze stad heel wat Duits-Joodse zelfgetuigenissen die nog niet onderzocht waren. En over wat gaat het dan net? Ik toon hier het corpus waarmee ik heb gewerkt. Het gaat hier in totaal over 2 dagboeken. Het dagboek van Willy Kohn en Walter Tausk. En over 5 autobiografieën. De autobiografie van Carla Wolf, van Anita Laske-Walfisch, van Klaus Aufrichtig, Fritz Stern en Walter Lacroix. En in heel dit proces was eigenlijk vooral Willy Kohn mijn belangrijkste gids. Ik weet niet of dat iemand hier van jullie hier in de zaal al van de naam Willy Kohn heeft gehoord. Ik zie de meeste nee klikken. Eén iemand die ja zegt. Misschien hebben jullie al wel van Victor Klemperer gehoord. Daar zie ik al meer mensen met het hoofd knikken. Wel, eigenlijk, Victor Klemperer wordt heel vaak beschouwd als de belangrijkste dagboekauteur van de stad Dresden. En eigenlijk geldt een beetje hetzelfde voor Willy Kohn, maar dan voor de stad Breslau. Dus op die manier kan je hem ook een beetje beter kaderen. En eigenlijk dankzij deze zelfgetuigenissen, die dagboeken en die autobiografieën, kon ik ook een ander perspectief aannemen in mijn onderzoek. Want als er al wel op die ruimte en die ruimtelijke strategieën werd gefocust, dan was dat heel vaak uit een top-down perspectief. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk vooral een inkijk gingen nemen in die NS-ideologie, hoe dat zij eigenlijk hun regels maakten, hoe de ruimte eigenlijk gepland werd. Maar hoe dat eigenlijk ervaren werd door de slachtoffers, daar was eigenlijk niet veel onderzoek naar gedaan. Ik ben dus eigenlijk gaan kijken uit het zogenaamde bottom-up perspectief, van hoe heeft die toe-eigening van de ruimte, wat deed dat eigenlijk met de Joden, hoe schreven ze daar eigenlijk over? En dat ben ik dan gaan onderzoeken in de dagboeken en autobiografieën die ik jullie net liet zien. Ik had al gezegd, eigenlijk in het algemeen in het holocaustonderzoek is dat ruimtelijk perspectief een nieuw focuspunt. En eigenlijk kan hetzelfde ook wel gezegd worden voor de literatuurwetenschap. Vooral voor dagboeken en voor autobiografieën. Want hoe definiëren we een autobiografie? Een autobiografie is een boek of een tekst waarbij iemand op een bepaald moment gaat terugkijken op zijn leven. Dus eigenlijk het tijdperspectief staat daar eigenlijk centraal.
En bij dagboeken wordt hetzelfde gezegd. Hè? Als je een dagboek in handen hebt, dat is chronologisch geordend, dan blader je eigenlijk door dagen, maanden en jaren. Maar ik heb gezien, tijdelijk het ruimteaspect, dat werd eigenlijk in autobiografie en dagboeken nog niet veel onderzocht. Maar er zijn net heel veel ruimtelijke beschrijvingen, vooral als er van alles veranderde in de stad. Dat lijkt zelfs eigenlijk het schrijfproces van de auteurs die ik heb onderzocht, een beetje te leiden. En ik ben dus eigenlijk ook in het literatuuronderzoek, heb ik eigenlijk een nieuwe focus aangenomen en ben ik eigenlijk echt op dat ruimtelijke aspect gaan focussen. En om u een voorbeeld te geven van deze ruimtelijke beschrijvingen, ik heb hier eentje uitgepikt van Kohn, want die zegt eigenlijk al meteen één dag na Hitler aan de macht is gekomen, op 31 januari 1933, vandaag is men natuurlijk zeer onder de indruk van de veranderende situatie in Duitsland. De nazi's gedragen zich als overwinnaars. De straten zijn vol met zwarte en bruine uniformen. En vanavond is er een grote bijeenkomst op de Platz der Republiek. Dat is één van de voorbeelden, dat ze naar de ruimte om zich heen verwijzen. Daarna komen er nog superveel voorbeelden. Gaan ze ook beschrijven welke locaties dat ze niet meer mogen betreden. Ook welke ruimtes dat er nog wel voor hen toegankelijk zijn. Wordt de stad bijvoorbeeld beschreven als een grote bruine golf die iedereen lijkt te verslinden en zo verder. En zo kom ik dus tot mijn hele titel. Ik heb eerst aan de hand van een aantal stukjes jullie ingeleid. En dan gaan we eens kijken van, oké, hoe ben ik dan eigenlijk net te werk gegaan? Want ik heb al gezegd wat dat de nieuwe focuspunten waren. Hoe ben ik dan eigenlijk net met die bronnen omgegaan? Wel, ik heb hier een deductieve methode gebruikt. Dat wil zeggen dat ik eerst al mijn bronnen heb gelezen, heb gekeken welke elementen bij de auteurs terugkwamen, welke dingen dat belangrijk waren. En daarbij heb ik dan eigenlijk een soort van kader gaan zoeken wat daarbij was. Zodat eigenlijk de tekst het meest naar voren kwam. En ik ben dan gaan baseren op inzichten van de geokritiek. Herinner u die man dat daar straks kwam binnenvliegen, Bertrand Westphal. Die zegt eigenlijk van, kijk, als je naar zo'n teksten kijkt en wilt kijken hoe dat een stad of een ruimte wordt weergegeven, dan moet je eigenlijk ook de zintuiglijke ervaringen in rekening gaan brengen. Hoe beschrijven die mensen dat, zowel visueel, ook auditief? Wat was er allemaal te horen in de stad? Eventueel ook geurelementen waar ze naar verwijzen, zodat die stad echt zo tot leven komt. Zegt ook van ja, je moet ook kijken naar bepaalde beelden, bepaalde metaforen die er gebruikt worden, hoe dat de stad eigenlijk wordt weergegeven. Ik ben dus gaan kijken naar welke zintuiglijke ervaringen die mensen verwezen en welke metaforen zij gebruiken om hun ervaring in de stad weer te geven. Verder was het kader van Michel Foucault, of vooral zijn concept van de heterotopie, ook van belang in mijn onderzoek. En nu hoor ik u misschien denken, dat de heterotopie wat juist? Wel, we analyseren het even samen. De heterotopie bestaat eigenlijk uit twee delen, dat woord. Het eerste, hetero, wat anders wil zeggen. En het tweede, topos, wat ruimte of plaats betekent. Volgens Foucault is dus de heterotopie een andere plaats. Nu, dat klinkt misschien nogal abstract, want wat is dan juist een andere plaats en wat is dan een normale plaats? Moeten we altijd gaan kijken in de bepaalde context waarin dat gebruikt wordt. En ik heb eigenlijk gezegd van, kijk, vroeger, dus toen in het Derde Rijk, wat was er eigenlijk toen? Normaliteit. Joden werden eigenlijk publiekelijk gestigmatiseerd, waren niet meer overal welkom. En ik ben dan gaan kijken, wat waren dan wel andere plaatsen of een soort van toevluchtsoorden waar ze zich wel nog welkom voelden en waar ze wel nog naartoe kunnen gaan. Ik heb de heterotopie dus eigenlijk als een soort van toevluchtsoord gedefinieerd. En als laatste was een andere Michel, Michel de Certeau, deze keer ook belangrijk voor mijn theoretisch kader. Die spreekt over strategieën en tactieken. En heel kort uitgelegd, strategieën ziet hij eigenlijk als de regels van de machthebbers, die eigenlijk alle ruimte hebben, die alle macht hebben en die alles gaan bepalen. En tactieken zijn als het ware de praktijken van de zwakken, die toch proberen om op de een of andere manier, ja, tactisch eigenlijk om te gaan en daar toch eigenlijk met die macht proberen om te gaan om hun leven terug in handen te nemen en een beetje te normaliseren, hoewel normaal natuurlijk in deze context een beetje een slecht gekozen woord is. Ik ben dus gaan kijken naar welke tactieken er nog gebruikt werden in de stad. En als dat nu allemaal een beetje abstract klinkt, ga ik ineens een concreet voorbeeld daarvan geven. U ziet hier deze kaart. Deze kaart, als u goed kijkt, is een kaart van een Parijse winkel, een Franse winkel. En toen tijdens de boycott Joden niet meer in Duitse of Arische winkels binnen mochten, wou Walter Tausk nog wel in die winkel binnen, want hij was een handelaar en het was voor hem van belang dat hij zijn klanten nog zag. En hij ging dan door de stad, zag overal de SS'ers voor de deur staan en hij had die kaart nog in zijn zak. En hij dacht van, die is van Parijs, als ik nu eens doe alsof ik van Parijs kom, dan mag ik toch misschien nog binnen. En hij toonde die kaart en
die SS'ers die trapten daarin en die lieten hem binnen. Dus eigenlijk een soort van een kleine tactiek waarmee hij dus eigenlijk heeft gehandeld om eigenlijk toch in de winkel binnen te geraken waar hij eigenlijk normaal niet aan binnen gekund. Aan de hand van mijn kader dat ik net aan jullie heb beschreven, ben ik zelf eigenlijk op een soort van reis gegaan door de dagboeken en de autobiografieën. Meer bepaald op een zintuigelijke reis, een beeldreis, een reis door de stad en een tactische reis. En ik neem jullie mee op een kleine reis, een soort van citytrip misschien, door mijn resultaten en door Breslau. Want stel je maar eens voor, je wandelt door de stad waarin je geboren bent en plots merk je allemaal veranderingen om je heen op. Straatnamen veranderen, hakenkruisen verschijnen, vreemde geluiden weer klinken. Mensen staren, roddelen, roepen. Wat doet dat met u? Willy Kohn heeft het beschreven. Lees maar even mee. Er wordt gezegd dat de Führer ook naar Breslau zal komen. Wij Joden, wij mijden dan de feestdraad op zo'n dagen. Niet uit angst, maar vooral om een natuurlijke afstand te bewaren. Het raakt ons nauwelijks nog van binnen. Vroeger was ik geïnteresseerd in alles wat te maken had met de vooruitgang van mijn heimaat. Dat is nu veranderd. Men heeft alleen nog maar het gevoel een gast te zijn. En dat is heel belangrijk. Kohn voelde zich eigenlijk altijd een Duitse Jood, met zowel focus op het Duitse aspect als het Joodse aspect. En nu voelt hij zich enkel nog maar een gast in de stad waarin hij geboren is. En later wordt dat gevoel alleen maar erger. Hij voelt zich dan niet meer enkel een gast. Later voelt hij zich een gast die niet welkom is, of een thuis een onwelkome gast. Daarna voelt hij zich zelfs een vreemdeling. En nog erger, na de Reichskristallnacht, voelt hij zich als een soort van verbreker, een inbreker in zijn eigen stad. En eigenlijk door al die ruimtelijke veranderingen neemt het gevoel van vervreemding in zijn eigen stad alleen maar toe. Nu, we hebben gezien, hij zegt zelf van, we gaan niet meer graag de straat op. Bij sommige aangelegenheden was het hen zelfs ook verboden om de straat op te gaan. Zo beschrijft Walter Tausk dat, zoals u kan lezen in het citaat, op de dag van de Duitse solidariteit de Joden niet meer buiten mochten. Ze moesten zelfs hun ramen en hun deuren gesloten houden. En hij zegt dan van, kijk, eigenlijk het land van een soort van Gutenberg, Luther, Kant en Beethoven zinkt gewoon momenteel weg, als waren we terug in de middeleeuwen. En dit beeld van de middeleeuwen, dat komt heel vaak terug. Zowel bij Willy Kohn als bij Walter Tausk, bij beide dagboekschrijvers. En in die tijd was er ook deze print van John Hartfield, alias Helmut Herzfeld. Dat was iemand die zich politiek engageerde. Hij was bekend voor de fotomontage eigenlijk in zijn tijd. En hij maakte eigenlijk politieke propaganda om het NS-regime aan te klagen. En hij heeft hier een beeld gemaakt dat eigenlijk heel goed uitdrukt wat dat mijn dagboekauteurs ook in hun dagboeken schrijven. Namelijk, zoals in de middeleeuwen, zo is het nu ook in het Derde Rijk. En het feit dat eigenlijk het rad eigenlijk hier wordt herhaald, duidt hier eigenlijk op het feit dat eigenlijk elkaar situaties zijn die zich weerspiegelen. De naaktheid van het lichaam op het feit dat ze geen individu meer zijn, de ontmenselijking, de foltering en de liquidatie. Nu, ze wouden niet meer echt graag op de stad, ze mochten ook soms niet op de stad, op de straat. En dingen die naar Joden verwezen in het straatbeeld, die werden ook gewoon verwijderd. Zo zegt Kohn, want kijk, er was hier nog een straat, de Frenkelplatz, genoemd naar Johannes Frenkel, een Jood. En die wordt gewoon omgenoemd, die wordt vanaf nu de Fontaneplatz, gaan ze die nu noemen. Alle dingen die naar Joden verwezen, die moesten dus eigenlijk uit het straatbeeld worden verwijderd. Niet enkel Joodse elementen werden verwijderd, ook de macht werd meer en meer getoond. Bijvoorbeeld door andere straatnamen in te voeren, zoals de Straße der SA. Dat was in heel wat steden en ook in Breslau was dit de Straße der SA. Vroeger was het de Kaiser Wilhelmstraße, die daarna plots Straße der SA heette. En er was ook een van mijn autobiografen die woonde in de Kaiser Wilhelmstraße en die zegt ook van ja, ineens moest ik dan op mijn toetsen schrijven dat ik in de Straße der SA woonde. Vond ik heel desoriënterend gevoel eigenlijk. Dat was iets dat eigenlijk niet klopte. Ik heb gezegd dat alle Joodse elementen moesten verdwijnen eigenlijk uit het straatbeeld. En dit was een van de typische dingen die ook eigenlijk heel hoog bovenuit alle huizen torende in Breslau, dat was de Neue Synagoge. En dat die Neue Synagoge echt wel van overal ver te zien was, dat beschrijft hier Klaus Aufrichtig in zijn autobiografie. Hij zegt zelfs, mijn kinderlijke verbeelding deed me geloven dat de nieuwe synagoge in Breslau er altijd al geweest was,
En tot op de dag van vandaag kan ik nauwelijks bevatten dat dit prachtige gebouw slechts 66 jaar door de burgers van Breslau werd getolereerd. De nieuwe synagoge, ontworpen door Edwin Oppler, werd op 29 september 1872 ingewijd en was met meer dan 2000 zitplaatsen een van de grootste van Europa. Het had een prachtig pijporgel en een uitstekend professioneel koor. De hoge koepel en de vier torens van het gebouw torenden boven de stad uit en waren van overal goed zichtbaar. Dit gebouw was inderdaad goed zichtbaar van overal, maar tijdens de Reichskristallnacht werd ook de Neue Synagoge platgebrand en staat er vandaag de dag enkel nog een gedenksteen daarvoor. Dus eigenlijk, alles wat er veranderde in de stad, al die visuele elementen, hadden echt een diepe impact. Je ziet het ook in het schrijfproces van Koon, van Tauske, van alle andere autobiografen, dat ze eigenlijk gedesoriënteerd door de stad gaan en de stad eigenlijk ook een beetje onleesbaar wordt. Want normaal hebben we zo van die typische ankerpunten in de stad, dat we weten, ah, daar is onze typische bakker, daar is onze beenhouwer. En plots was het er ook allemaal niet meer. Nu, het was niet enkel desoriënterend door al die verschillende visuele elementen. Ook typische alledaagse geluiden die wij vandaag horen. Zoals gewoon voetstappen die wij klinken. Mensen die in een appartementsgebouw wonen, die herkennen dat misschien wel. Je hoort altijd van alles om je heen, maar je let daar eigenlijk niet op, want dat is toch niet erg. Maar zelfs toen werd het geluid van voetstappen enkel een bron van angst, want dat kon altijd betekenen dat er iemand in de trappenhal kwam om u op te pakken. Of gewoon het dichtslaan van deuren of autodeuren op de straat, zie je ook heel duidelijk in de dagboeken dat dat echt een bron van angst werd. Waardoor eigenlijk de oren van de Joodse slachtoffers, zoals Carla Wolf het zo mooi beschrijft, hun eigen leven gingen leiden. Zo zegt ze bijvoorbeeld, vanaf november 1941 vertrokken vanuit Breslau voortdurend kleinere transporten naar onbekende bestemmingen. Onze oren leefden hun eigen leven. Ze hadden alleen nog maar aandacht voor de geluiden buiten. Laarzen, treden in het trappenhuis, waar houden ze op? Op welke deur trommelen de Duitse vuisten? Op de eerste verdieping? Bij de volgende deur? Of passeren ze ons deze keer nog? Zoals gezegd, hun oren leefden eigenlijk en hadden eigenlijk een heel sterke invloed op hun leven. Zoals ook bijvoorbeeld het breken van glas. De meesten zullen meteen denken aan de Reichskristallnacht, waarbij inderdaad de Joodse winkels, huizen en dergelijke aan dielen werden geslagen en al de scherven op straat lagen. Maar dit geluid noteert Koon bijvoorbeeld ook wanneer hij hoort dat er iemand uit zijn raam is gesprongen omdat die persoon zijn of haar eigen lot in handen wou nemen en dat niet wou laten bepalen. En ik heb hier op deze slide speciaal gezet, onze oren leiden hun eigen leven met 1D tussen haakjes, omdat het niet enkel toen was, maar ook in de autobiografieën wordt heel duidelijk dat al deze gewoon alledaagse geluiden voor ons nog steeds een supergrote invloed hebben op hun eigen leven, zoals Carla Wolf heel duidelijk beschrijft. Nu, door al die veranderingen gingen ze ook een bepaalde manier zoeken om te beschrijven wat het eigenlijk met hun deed, hoe dat ze zichzelf zagen en hoe dat ze ook de stad zagen. Zo beschrijven ze de stad bijvoorbeeld als een soort van eiland. Een eiland waarop dat ze geïsoleerd zaten, waarvan ze eigenlijk niks meer wisten van de buitenwereld precies, omdat ze op het einde ook geen kranten meer hadden, en in volledige isolatie. Ze vergeleken de stad ook met een groot theaterspel. Een theaterspel waarbij de nationaalsocialisten eigenlijk alle grote rollen speelden, de hoofdrol, en waarbij zij eigenlijk niet meer de bühne mochten betreden. De stad werd ook meer en meer ervaren als een soort van spookstad. Vooral na de eerste deportaties, waarbij familie en vrienden werden gedeporteerd en de stad meer en meer gewoon op een lege, loze plaats leek die enkel nog aan een spookstad deed denken. En dit beeld, misschien herkennen sommigen dit beeld, komt uit de graphic novel van Art Spiegelman, Maus. Ze voelden zich ook erg alsof ze in een muizenval zaten, waar ze niet uit konden, dat ze echt verstrikt zaten in een Duitse stad voor mijn auteurs eigenlijk in Breslau. Nu, ik heb gezegd op een eiland dat ze het gevoel hadden dat ze daar geïsoleerd zaten. Het eiland kunnen we eigenlijk ook nog op een andere manier interpreteren, een iets positievere manier. Namelijk alsof de stad een soort van archipel werd, die uiteenviel in verschillende eilandjes, waarbij er heel negatieve eilanden waren, zoals de gevangenis, concentratiekampen en zo verder. En nog een aantal groene eilandjes waar ze nog wel welkom waren. En ik kan het waarschijnlijk niet super goed lezen hier, maar die groene eilanden of die heterotopieën die ik straks had gedefinieerd, waren onder andere de volgende in de dagboeken. De eigen woning,
de synagoge, de barbier of de kapper werd belangrijk, de bibliotheek, de Joodse school, de begraafplaats, de mikwe, de natuur en de Freundezaal in Breslau. Een zaal voor culturele aangelegenheden. Nu, ik heb jammer genoeg geen tijd om op al die 9 plaatsen hier in te gaan. We kunnen daar altijd straks bij de vragen nog even op terugkomen. Maar ik ga vandaag nu, deze avond, nog ingaan op de begraafplaats, op de synagoge en op de bibliotheek. En hoe dan exact het leven was en waarom dat dan de begraafplaats een belangrijke plaats innam, dat ga ik even mezelf laten vertellen, want ik heb een aantal maanden geleden de mogelijkheid gehad om een filmpje over mijn onderzoek op te nemen en ik heb het daar onder andere ook heel kort over de begraafplaats. De stad werd meer en meer een verboden zone voor Joden en er bleven slechts enkele plaatsen voor hen over. Eén daarvan was de begraafplaats. Het was hier waar het Joodse leven op het einde werd geconcentreerd. Waar een van de schrijvers van mijn dagboeken ging zonnen. Waar kinderen zelfs moesten spelen. Hun levensgang werd meer en meer beperkt, wat uiteindelijk leidde tot deportatie en moord. Zoals gezegd, de begraafplaats werd een belangrijke plaats. En Kohn zegt zelfs van, kijk, binnenkort zullen we alleen in Duitsland nog maar op de begraafplaatsen gewenst zijn. En de begraafplaats neemt dan ook een aantal andere functies in. Een aantal functies die normaal bij andere plaatsen in de stad waren verbonden, die werden nu ook geconcentreerd op de begraafplaats. Zoals bijvoorbeeld eerst en vooral de typische functie, innerlijke dialoog met de overledenen, om even stil te staan en naar het kerkhof gaat te herdenken, rituelen. Maar daarna werd het ook een speelplek voor kinderen. Werd het ook een plek waar sommige kinderen, Carla Wolf en Anita Lasker-Walfisch, beschrijven bijvoorbeeld dat toen de Joodse school ook werd gesloten in 1941, dat sommige leraars toch nog hun kinderen eigenlijk met hun kinderen die toch nog onderwijs wilden verzorgen. En daarvoor gingen ze dan door de stad naar de begraafplaats, kuisten daar samen de graven af en ondertussen gaven ze geschiedenisles, Engelse les, aardrijkskunde les, het thema op dat moment dat voorhanden was. Het werd ook een plek om af te spreken in Kohn zijn dagboek. Dat is echt, we hadden vandaag afgesproken op het kerkhof Kozel en ik heb daar een aantal mensen gezien, we hebben boeken uitgewisseld. En het werd ook een belangrijke plek voor Kohn om aan genealogisch onderzoek te doen, of dat hij eigenlijk ging kijken van mijn familie, waar komt die nu juist van? Net omdat ze eigenlijk uit de stad werden uitgesloten, dat ze echt wel meer op hun eigen Joodse identiteit gingen focussen. En daarvoor gebruikte hij ook de begraafplaats om te gaan kijken naar de herkomst ook van zijn familie en van de graven gaan af te schrijven en zo verder. Hierbij heb ik nog één sprekend citaat over het feit dat de begraafplaats ook eigenlijk een speelplek werd voor de kinderen. Zoals Kohn zegt dat Suzanne 's middags ging spelen op het kerkhof van Kozel, dat de kinderen speelden op een gedeelte van het kerkhof dat nog niet in gebruik is. Dat is het enige wat we nog hebben. De kinderen moeten dan de begraafplaats oversteken om bij de speelplaats te komen en Suzanne was toch wel een beetje onder de indruk. Nu, de synagoge, die had sowieso al een belangrijke rol. Die kreeg nog een veel belangrijkere rol, want hier ziet u de Stauksynagoge, de synagoge die niet werd vernield tijdens de Reichskristallnacht, omdat die te dicht bij de Arische huizen stond en als ze die in de brand hadden gestoken, dan was er te veel risico dat de Arische huizen ook in brand zouden schieten. Dus die heeft eigenlijk overleefd. En deze synagoge, eerst een beetje de traditionele functies die vooral in de dagboeken en autobiografieën worden beschreven, namelijk bidden, innerlijke rust vinden, identiteit ook gerelateerd. Daarna werd de synagoge ook wel een belangrijke plek voor culturele aangelegenheden, een verzamelplek, een plek voor samenkomst. Kohn en Taus beschrijven ook dat op een dag een aantal mensen uit Buchenwald waren teruggekeerd en dat ze meteen naar de synagoge gingen, samen liederen zingen. Dingen worden daar ook uitgewisseld en je zag er ook jammer genoeg steeds hoe kleiner de gemeenschap altijd werd. Nu, de synagoge, dat was eigenlijk nog een heel belangrijke plaats, een plaats van toch nog wel een grote Joodse aanwezigheid. En de nationaalsocialisten hadden het precies wel op deze plaats ook bedacht, waar nog een grote Joodse aanwezigheid was. Want ze wouden eigenlijk van die aanwezigheid een afwezigheid creëren en op het einde werd deze synagoge, het binnenhof ook gebruikt als deportatieplek of als verzamelplek voor later de deportaties. En Carla Wolf heeft het allemaal zien gebeuren, want zij werkte in een bejaardentehuis dat daar vlak op die plaats eigenlijk keek van de synagoge. En zij beschrijft een van deze scènes.
Zo zegt ze op 27 februari 1943. Ik weet niet eens meer hoe het begon. Maar plotseling wist iedereen het. Dat was de dag van de volledige liquidatie van de Joodse gemeenschap. Dit is de laatste fase. Ik was aan het werk in het bejaardentehuis waarvan de ramen uitkeken op de binnenplaats van de Schalk-synagoge. De poorten van de synagoge stonden open en al snel vulde de binnenplaats, vulde de binnenplaats en de synagoge zich met honderden bleke mensen, de gele Joodse ster links op hun borst, hun armzalige bagage achter zich aanslepend. Families en groepen vormden zich op de koude binnenplaats, men pakte in en sorteerde. Maar velen zaten slechts apathisch op hun kist en staarden voor zich uit. In het begin was er nog een identiteit, een waardigheid. Iedereen behield zijn eigen menselijke gezicht. Maar met elk uur verdwenen de bekende gezichten. Het individuele, het persoonlijke werd vaag. Ze groeiden uit tot een massa van angst en diepe verlatenheid. Op deze manier werd dus echt op deze plek waar nog een grote Joodse aanwezigheid was, een diepe afwezigheid gecreëerd. Nu, een laatste plek die ik nog wil bespreken is de bibliotheek, die ook heel erg belangrijk werd, zeker in het leven van de dagboekschrijver Willy Kohn. Willy Kohn was leraar en geschiedenisleraar, hij was historicus en hij had eigenlijk de bibliotheek echt nodig. Hij schreef ook heel graag over de gemeenschap in Breslau en over verschillende Joodse thema's eigenlijk. En daarvoor moest hij heel vaak boeken gaan ontlenen in de bibliotheek. En in 1935 ging dat nog, toen waren de bibliotheken nog inclusief neutrale plaatsen. In 1936 was er een verbod op het gebruik van de leeszaal. En in 1939 was er een volledig verbod voor Joden. Dat betekende natuurlijk een heel grote schok in het leven van Kohn, want hij had die bibliotheek eigenlijk echt nodig. Nu, gelukkig voor Kohn kreeg hij toch nog eigenlijk via informele contacten die hij had in het Doomarchief, ergens in Breslau, toch nog de kans om dat Doomarchief te bezoeken en zo toch nog aan de boeken te komen. En het feit dat hij dat toch nog kon doen, beschrijft hij op de volgende manier, namelijk, hij zegt daar, naar de archief van de kathedraal ben ik geweest, waar ik nu toestemming heb om voor de Germania Judaica te werken. Hoe gelukkig ik me weer voelde in een geleerde atmosfeer. En die bibliotheek, die lijkt ook wel echt een soort van toevluchtsoord te zijn geworden, want hij gaat daar zelfs met zijn kinderen naartoe. En waar ze op de straat openlijk gestigmatiseerd worden, openlijk bespuugd worden en zo verder, schrijft hij van, kijk, ik ben vanmorgen met Suzantje naar het diocesaanarchief geweest, waar het kind erg verwend werd. Zowel door mater Huberta en mater Innocentia, als ook door de directeur Engelbert en de archivaris Walter. Ze kregen ook veel om te lezen. En later noemt hij de bibliotheek ook letterlijk een soort van refugium, echt een toevluchtsoord in zijn leven. Nu, die bibliotheek dat was eigenlijk een uitzondering in het leven van Kohn, of eigenlijk voor Breslau, want bijvoorbeeld Victor Klemperer, hij had ook heel hard nood aan die bibliotheek en voor hem lukte het niet om nog bibliotheken te bezoeken. Dus dat was eigenlijk wel een soort van speciaal ding in de dagboeken die ik heb geanalyseerd. Een andere belangrijke plaats ook in het leven van de Joden, een metaforische plaats dan weliswaar, werd eigenlijk het dagboek. Zo zegt Walter Tauskreet in augustus 1938 dat het spoedig zover zal zijn dat men enkel nog maar met zichzelf kan spreken en dat is natuurlijk waar het dan een dagboek een belangrijke waarde krijgt. Het dagboek functioneert eigenlijk als een soort van vervangopenbaarheid waar ze nog wel alles in konden zeggen, waarin ze alles nog konden schrijven. Een dagboek, ik ben dan gaan kijken welke functies het dagboek onder andere vervulde in het leven van Willy Kohn en Walter Tausk. En zo was het dagboek onder andere een belangrijk herinneringsanker. Enerzijds schreef Kohn al heel lang, al voor 1933, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog had hij geschreven. En tijdens het Derde Rijk was hij eigenlijk op basis van zijn eerdere dagboeken van tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn levensherinneringen aan het schrijven. Wellicht had hij ook hetzelfde voor met deze dagboeken. En eigenlijk ook herinneringsanker kan ook op een andere manier geïnterpreteerd worden, namelijk als herinneringen voor later om nog eens terug te kijken hoe het, wat je toen hebt beleefd en zo verder. Het dagboek werd ook een belangrijke overlevingstactiek. En misschien denkt u dan nu van, ja oké, een dagboek dat is toch uiteindelijk maar zo'n dun blaadje papier. Maar dat dagboekschrijven kreeg echt een prominente plaats in het leven van mijn dagboekschrijvers. Je ziet ook echt dat telkens als ze iets inschrijven, dat ze een nieuwe dagboekinscriptie maken, dat ze zoiets hebben van, oké, ik ben nog in leven en ik heb deze dag heb ik ook weer gehaald. Dus eigenlijk ook gewoon om te bevestigen dat ze nog in leven waren en ook eigenlijk hun identiteit te bevestigen.
Want schrijven is natuurlijk een uitdrukking van het humane, van het menselijke, van een soort van waardigheid. Je reflecteert ook over jezelf. En dat zeker in een tijd waar je individualiteit eigenlijk wordt afgenomen. Het dagboek werd ook een belangrijke vertrouweling. Zo zegt Koon soms van, kijk, er zijn een aantal dingen waarmee ik mijn vrouw misschien niet wil belasten of zo. Dus ik zal dat maar gewoon aan mijn dagboek toevertrouwen. En dan heb ik mij eigenlijk ook zo kunnen, mijn hart kunnen luchten. En natuurlijk werd het dagboek ook een belangrijke getuigenis. Een getuigenis tegen geschiedvervalsing. Wanneer heel duidelijk werd dat er vroeger eigenlijk alles wou verborgen, dat men vroeger eigenlijk alles verborgen wou houden, dat niets van toen aan het licht mag komen, zie je heel duidelijk het motief van getuigenis afleggen in die dagboeken terugkomen. En zo schrijft Tausk heel mooi dat hij zijn dagboek eigenlijk ziet als een klein vlammetje dat nog gloeide in het donkere Duitsland. En dat hij hoopte dat zijn dagboek toch nog de nachtwelt, zoals hij het noemt, de wereld daarna, dus de generaties, onze generaties, zou bereiken, dat dagboek eigenlijk als een soort van lichtbrug zou bouwen naar onze huidige tijd. Het dagboek was dus eigenlijk een soort van belangrijk tactisch middel om toch eigenlijk weerstand te bieden, om een soort van verzet te bieden. En bij verzet zou ik het nu niet graag hebben dat u dan aan zolen zit. In de Duitse komt die gegenweer der Juden völlig überraschend. Ze hebben hohe verlusten en verlassen fluchtartig das ghetto. Typisch voorbeeld van verzet, waarbij mensen denken aan grote, heroïsche acties. Ik heb eigenlijk een soort van nieuwe definitie van weerstand gedefinieerd, waarbij ik eigenlijk ga kijken naar de kleine daden, eigenlijk die kleine tactieken waarmee ze toch nog eigenlijk hun leven een beetje terug in handen konden nemen of toch eigenlijk hun waardigheid konden behouden. En ik geef daar nog drie kleine voorbeelden van. Je ziet hier een tabel met mevrouw Lasker daarin staan. Anita Lasker-Walfisch die herinnerde zich eraan hoe dat zij eigenlijk haar grootmoeder mee begeleidde naar de plaats waar dat zij moest samenkomen voor deportatie. Waarbij een SS'er heel luid schreeuwde, Lasker! En zij ging daar heel rustig naartoe en ze zei gewoon, het is wel vrouw Lasker. En Anita Lasker-Walfisch beschrijft dat en ze zegt van, het feit dat ze dat toen toch durfde zeggen, dat ze echt de moed had om zoiets eigenlijk te repliceren. Ze wou echt wel haar waardigheid en haar identiteit op dat moment echt wel bewaren. U ziet hier onderaan een paardenmest, misschien een rare print, maar op het einde mochten Joodse mensen ook bijvoorbeeld geen kolen meer kopen, dat er te weinig kolen waren om mee te verwarmen. En Carla Wolf beschrijft bijvoorbeeld hoe haar moeder dan paardenmest opraapte op de straat en die dan eigenlijk verwarmde om eigenlijk zo toch nog een beetje het huis te kunnen verwarmen. U ziet dan hier ook nog een soort van röntgenfoto met een heup, of meer bepaald een gebroken heup. En Klaus Aufrichtig, hij herinnert zich eraan hoe zijn tante eigenlijk haar heup expres had gebroken om haar deportatie uit te stellen. Na de breuk werd ze opgenomen in het ziekenhuis door een bevriende arts. En telkens als zij op de deportatielijst stond, dan zei die arts van, ja maar nee, je mocht ze nog niet meenemen, want we moeten nog een andere operatie doorvoeren. En telkens probeerde ze dat eigenlijk zo uit te stellen, tot ze op het einde wel door bij een van de laatste transporten toch mee werd genomen. Maar eigenlijk om haar te laten zien dat ze toch proberen om echt nog verzet en weerstand eigenlijk te bieden. Ook al was het soms heel klein. Want wanneer Hannah Arendt eigenlijk zegt van kijk, de mens onder een totalitair regime wordt volledig geëlimineerd, dat er ook geen mogelijkheden meer zijn. Ik wil daar natuurlijk niet tegenspreken, want uiteindelijk werden er ook wel zeker 6 miljoen mensen vermoord. Maar we zien eigenlijk toch in de dagboeken en de autobiografieën dat ze toch nog probeerden naar kleine dingen te zoeken, hoe vluchtig en hoe tijdelijk die tactieken soms ook waren. Nu, ik zou nog heel veel en nog heel graag verder willen vertellen, maar er was mij gevraagd om aan een 50 minuten ongeveer me daaraan te houden. Dus ik besluit heel graag dat mijn onderzoek een brug probeerde te bouwen eigenlijk tussen literatuur en tussen geschiedenis. Waarbij zowel eigenlijk werd gefocust op Breslau, op de stad Breslau, die eigenlijk terug in het herinneringsdiscours te brengen. En dan ook te kijken naar hoe dat er geschreven werd. En eigenlijk ook naar de textuele specificiteiten kijken van Duits-Joodse dagboeken en autobiografieën geschreven tijdens het Derde Rijk. En dat leidde dan tot de Duitse titel, die Vivian ook al in de introductie had vermeld, namelijk Überall eine Engung des jüdischen Lebensraums. Städtische Erfahrung in deutsch-jüdischen Selbstzeugnissen aus Breslau im Dritten Reich. Ich danke für Ihre Attention.